van Sinterklaas te zien. Hoe oud is Sinterklaas? En ben je het 120. Was dat 120 jaar? Nee, ja, zo. Deze Sint niet. De andere Sinten zijn 120. Oeh, zijn er dan verschillende Sinten? Ja. Ja? Oei, dat wist ik niet. En ik ben de bruine Piet. Dat is bruine Piet. Omdat je bruine schoenen aan hebt. Daarom? Dan gaan we het liedje zingen voor Sinterklaas. Zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Pakken, want we hebben een fiets nodig. En dat is van Sinterklaas, die ik weet niet of hij het haalt, dan kunnen we hem nog op de fiets ophalen. Ja, is hij nog ergens anders dan? Ik weet niet waar hij nou is. Hij zou hier op tijd zijn, maar ik zie hem nog steeds niet. Sinterklaasje, kom maar binnen met je allemaal. In de pieten disco. Sinterklaas, ja, die zijn we kwijt. Maar die hebben wel een beschermpiet hoor, maar wij moesten vooruit gestuurd zijn wij. Wij moesten hier nog wat brengen voor de mensen. Een of andere hoek. Koekoek. Koekoek. Sint geeft heel veel cadeautjes. Oh. En daar zit een heleboel speelgoed en mooie verpakking. Oh, en heb je hem al gezien? Ja, op school. En hij kwam op het schoolplein en hij kwam met de politiebus. En hij deed het tuda. Hij gaat ook een keer terug naar Spanje. Ja, en wat doet hij daar dan in Spanje? Cadeautjes maken. Ja? Hij maakt heel veel cadeautjes. Een mooie bakken met zin en de pieten. Ik heb een eigen camera-computer gehad. En ik een camera. Nee. Vogeldoos, Lola. Vogeldoos. En we hebben allebei een Elsa vlecht van Sinterklaas gehad. En Elsa pop. En een zonnige kleine zusje die heeft aan jouw pop gekregen. En ik hoorde net de stoomboot. Ik woonde in Rijswijk en dan had je de achteruitgang. En dan werd het genees geklopt. Maar dan hoorde je dat deurtje gaan van de achteruit. En dan stond er een tel met de pakjes erin. Maar, nou, dan moesten we zingen van mijn moeder. Maar ik was 9. En, toen geloofde je niet meer helemaal, hè. En toen, maar we zagen Sinterklaas niet. Maar dan moesten we heel hard roepen, dank u wel Sinterklaas. Maar dat wou ik niet, want ik geloofde dat niet. Ja, maar je kreeg een boek en je kreeg een chocoladeletter en soms een suikerbeer. Maar verder was het niet. Maar je was tevreden. Gelooft u nog in Sinterklaas, meneer? Ja, natuurlijk. Zo is het. Anders neemt hij mij mee. Nee, en vanavond ga ik naar mijn kleinkinderen, dus hartstikke leuk. Ja, toch? En dan eet ik daar. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Dan kreeg je figuurtjes van borstplaat en zo. En ook wel een stuk chocola. Ik was 97, maar ik was blij met een suikerbeestje toen. Ik weet nog wel, we hadden nieuwe schoenen nodig. Het was Sinterklaastijd en wat kregen we? Kaplaarzen. Dat was heel wat, hè, lerenlaarzen. Maar dat was meteen Sinterklaas cadeau. 100 al? Ja, hoe was Sinterklaas vroeger? Ja, door mijn broers werd het gevierd. Mijn moeder hield er niet zo van, want die was van de oude stempel. Wie stout is de roep? Maar de roep bestaat niet meer. Oh, lieve Sint-Nicolaas, laat mij toch maar gaan. En rijd niet in steentjes, mijn deurtje. Dan werd het stiekem gedaan door je vader en moeder. Tenminste, van je vader en moeder. Nou, mijn vader die zat op 7. Ja.
Dus mijn moeder die kwam dan en dan kregen we allemaal een cadeautje. Thuis, mijn vader was werkeloos natuurlijk. Maar toch hadden we altijd wel leuk. Suikerbeest. Dat was niet anders. Het was suikerbeest. Ja. En dan ging je naar je oma of daar nog wat halen. Dat was ook niet zo. Als mijn vader op zee was met Sinterklaas, dan gaven ze aan andere logger, gaven ze altijd wat mee. Ja, ze moeten het allemaal weten. Ja. Pieter hebben het weer door elkaar gegooid, dus ik weet niet van wie en wat is. Maar het geeft niet, Sinterklaas. Oh, dat geeft niet. U mag ze geven. Ja? Alsjeblieft. Deze is wel schadelijk. Alsjeblieft.